start over 20 seconden. Deelnemers, verzamelen alstublieft. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren. We gaan het nog een keer proberen. De visspecialist Pascal Groningen prijst. Paarden rijden aan. Het gaat nog niet helemaal zoals het moet. Dat zal wel, denk dat zal niet. Paarden formeren zich. We rijden nu aan. Naderen de startvakken. Ga erin. Maken de volte. Stand by. En de start is gevallen. Paarden zijn uiteindelijk gestart voor de achtste koers. En we zien dat na de start een strijd om de leiding is ontstaan. Die in de openingsfase wordt gewonnen door Jan Thijs de Jong met de Loverboy. De Loverboy heeft een lengte voorsprong genomen. Final Magic op de tweede plaats. En op twee lengte Fleurs Wageman. Galoppade voor Gerry Boko. En ook de nummer 2. Dat zal wel in moeilijkheden als de deelnemers in de rechte lijn voor de tribune zijn. En de deelnemers die melden zich zo dadelijk ter hoogte van de dijk. En het is de Loverboy die leidt. De Loverboy heeft een lengtevoorsprong op de tweede plaats. Final Magic. En erachter volgt Fleurs Wageman. Die wordt dan gevolgd door niemand minder dan Il Divo. En zo gaan de deelnemers de volgende ronde in. 1 en 2. Herhalingen van de uitschakelingen van de 1 en 2 komen door als de paarden de bocht doorkomen op weg naar de overzijde van de baan. En het nog altijd de Loverboy is die leidt Final Magic tweede en op 2,5 lengte erachter Fleurs Wageman. Daarachter dan Il Divo op 2 lengte Sarah Blue Lobel. En daarachter zien we dan een galoppade, nou heel kort galoppadetje van de 7. Nummer 7. En die wordt wegens galoppades nu uitgeschakeld. Valco die heeft nog meters toe te rijden en dat geldt ook voor Diamond SL. Als de paarden nu de linkerbocht weer ingaan met aan de kop nog altijd de Loverboy. De Loverboy een lengtevoorsprong. Final Magic op de tweede plaats en derde is Fleurs Wageman. Vierde stelling Il Divo en op anderhalve lengte als vijfde Sarah Blue Lobel. Aangesloten is dan Valco en zo komen de deelnemers dan de rechte lijn voor de tribune weer in. Straks bij het passeren van de finishpaal nog één volledige ronde af te leggen van zo'n 800 meter hier op het parcours in het sportpark van Aduard. Met aan de kop nog altijd de Loverboy. De Loverboy die leidt op de tweede plaats. Daarachter volgt Final Magic en die wordt gevolgd door Fleurs Wageman. Dat zijn nog altijd de aanvoerders in deze fase van de koers. Valco maakt toch wel heel wat terrein goed. Ligt nu op de vierde plaats. Dan volgt Il Divo met Sarah Blue Lobel. En achter Sarah Blue Lobel is het aangesloten dan Diamond SL. En Chris Sandersman die volgt daar weer achter. Maar die was er volgens mij al uit. En we zijn voor de laatste maal aan de overzijde van de baan waar de Loverboy nog altijd leidt. Met een lengtevoorsprong op Final Magic. Daarachter Fleurs Wageman op drie talenten. De proppen zijn al getrokken. Valco die komt nu naast Il Divo. En zo zijn de paarden einde overzijde. Gaan de laatste bocht in. Met onveranderd de Loverboy aan de kop. De Loverboy met Jan Thijs de Jong. Controleert de koers. Op de tweede plaats Final Magic. Die volgt attent. Dan zien we toch wel een gat van 4-5 lengte. Tot Fleurs Wageman. Daarachter dan Valco met Il Divo. En zo komen de paarden dan de bocht door. Uitgeschakeld nummer 8. Galop nummer 8. Nummer 8 Il Divo. Galopaden uitgeschakeld. In de laatste rechte lijn is het de Loverboy. Die leidt de Loverboy. Heeft twee lengte voorsprong op Final Magic. Final Magic die probeert wel dichterbij te komen. Maar maakt niet echt impact op de leider. En samen hebben ze een mijl voorsprong op Fleurs Wageman. Maar het is de Loverboy van start tot finish met Jan Thijs de Jong. Final Magic tweede, dan Fleurs Wageman, Valco en Diamond SL.